erlangt, Master of Ceremony. Goedemorgen, allen aanwezig. Mag ik jullie allemaal in de eerste plaats feliciteren met 170 jaar Chinese vestiging in Suriname. First Lady, the Minister of Overseas Chinese Affairs, and Her Excellency Mrs. Chen Liu, our Ambassador of the People's Republic China and Suriname, Mr. Han Ying, Voorzitter leden van de Suriname Chinese United Association, de NA leden die aanwezig zijn, voorzitter van de Nationale Commissie, alle onze Chinese broeders en zusters, welkom!首先，允许我在这里跟大家讲几句话。尊敬的中国驻苏里南大使韩静阁下，尊敬的中国国务院侨办部长陈徐阁下，尊敬的各位领导们、苏华总会会长，还有其他的苏里南的中国的华人侨团的代表。 Ons land, maar in het bijzonder de Chinese gemeenschap, is bijzonder vereerd met de speciale komst van de director of the Bureau of Overseas Affairs of the State Council ter gelegenheid van 170 jaar vestiging Chinese in Suriname. 苏里南政府跟苏里南的人民非常的荣幸能邀请到 中国国务院侨办主任陈菊阁下在这里跟我们一起共同庆祝170周年的庆典活动，华人定居170周年的庆典活动。 We staan hier inderdaad bij het monument ter ere van de eerste Chinese contractarbeiders die naar Suriname kwamen. 我们现在就站在这个华人定居苏里南的纪念碑的前面。 Maar de naam Vriendschapspark symboliseert de vriendschap tussen de diverse bevolkingsgroepen en diverse volkeren, waaronder ook Suriname met China. We zijn hier in het Yoyi-gongyuan. Het Yoyi-gongyuan is het symbool van Suriname en China. Maar laat mij ook aangeven dat dit monument een historisch monument is, maar dit monument meer is dan alleen de vastlegging van 170 jaar Chinese vestiging. Deze gedenkbeeld is een historische gedenkbeeld, maar zijn betekenis is ver boven deze gedenkbeeld. Het is dat we moeten weten dat onze 华人跟苏里南人民的友好的关系长存。 Het betekent ook namelijk dat onze volkeren van Chinese in Suriname en daarmee ook Suriname met China al 170 jaar verbonden is. 这个也象征着苏里南的华人 跟中国苏里南的人民也有170周年的这170年的这个友谊关系。 And that is the kracht van de samenwerkingsrelatie vandaag tussen Volksrepubliek China en Suriname. 这个也是苏里南政府与中国政府这个友谊关系的这个力量，象征的力量。 Het heeft een historie van 170 jaren. 已经有170周年的这个历史了。Als we vandaag hier ook staan voor het monument, dan straalt het monument ook uit, namelijk 170 jaar bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname door onze Chinese broeders en zusters. 看到了这个纪念碑，也让我们每一次想到华人在苏里南呢。
就为了苏里南的贡献已经做出了170年了。En als we dat in een tijdlijn zouden moeten afzetten, dan zien we namelijk dat die 170 jaren alleen maar groei betekend heeft voor onze Chinese gemeenschap in Suriname. 如果我们看到这个历史，我们也看到170年那么长的时间，不断的看到华人。 对苏里南的贡献不断的长大。Begonnen op de plantage als plantagearbeider en vandaag gegroeid naar alle sectoren en naar alle topniveaus en naar alle topfuncties. 从一群在种植园工作的一群小组，一直发展到现在在苏里南。 各行各业的都有华人的踪影 ，en heel wat sectoren die zijn al genoemd geworden door de ambassadeur van China. Maar ik wil ook benadrukken dat de Chinezen nu ook goed geïntegreerd zijn in de politiek. 刚才韩晶大使也提到了，在华人在各行各业，无论在商业也好，在政治上也好，已取到了一定的地位。 And that is what we verwelkomen, namelijk je bijdrage leveren aan verschillende sectoren, handel, industrie, maar ook ontwikkeling brengen in verschillende sectoren. Maar als je echte ontwikkeling wil brengen, sturing wil geven aan die ontwikkeling in Suriname, dan moet je ook in die politiek zijn en daar zitten onze Chinese broeders en zusters ook. 对苏里南各行各业做出的贡献，必须要有也有政治地位，才能提高华人的地位。今天我们已经看到了。Maar die 170 jaren betekenen meer. Die 170 jaren die zeggen ook dat de Chinese samenleving een bijdrage hebben geleverd aan de versterking en ontwikkeling van onze natie Suriname. 170周年这个历史里程碑，我们看到华人在苏里南做出的贡献，跟其他所有民族的，是不可忘掉的。Een bijdrage geleverd hebben aan die verbroedering, een bijdrage geleverd hebben aan die eenheid, een bijdrage hebben geleverd aan de diversiteit in ons land. 他们是共同了跟其他的民族共同创办了苏里南的新的里程碑。 Maar tegelijkertijd leveren ze een bijdrage naast de ontwikkeling van hun eigen cultuur, leveren ze een bijdrage aan de ontwikkeling van de Surinaamse cultuur. 除了他为自己的文化做出贡献之外，也为了苏里南的整个国家的文化做出贡献。 Ik heb al eerder ook benadrukt bij andere activiteiten dat de Chinese gemeenschap zelfs bereid is ietsje verder te gaan, daar waar andere groepen soms een beetje terughoudendheid hebben. We hebben de laatste jaren ook gezien dat de Chinezen, vergeleken met andere minderheden, ook de Chinezen, de moeite en de snelheid vergeleken met andere minderheden, ook sneller zijn. En ik noem als voorbeeld ons binnenland, ons verre binnenland, waar ook leefgemeenschappen zijn. En waar soms het niet altijd veilig is, zijn onze Chinese broeders en zusters aanwezig. Al is het met een supermarkt om die samenleving daar te bedienen. We hebben ook gezien dat de Chinezen de afgelopen jaren in het hele land de wereld in Suriname de binnenlandse plekken niet. 太多的人住的地方，也看到华人的超市，看到华人的踪影。And vaak met risico voor eigen leven. 他们不畏惧，也不怕危险，他们都会继续努力。We zijn bijzonder blij met de aanwezigheid van de Chinese gemeenschap in Suriname. 我们苏里南非常 高兴看到有华人在这里生活。And we zijn bijzonder blij
dat we alle bevolkingsgroepen in harmonie met elkaar kunnen leven in dit land. 我也非常的高兴看到每一个民族在苏里南呢都和睦相处。Ze bedragen bij aan de verdere integratie van onze samenleving. 他们共同的为苏里南的这个经济也做出了贡献。Maar ze leveren ook een bijdrage aan de economische ontwikkeling van ons land. 他也为了除了这个经济的发展的贡献，还有文化的贡献。Met het bezoek van onze respectvolle minister, helemaal uit China hier, geeft de Volksrepubliek China ook blijk dat ook zij met ons vandaag hier in Suriname die 170 jaar Chinese vestiging ook vieren en ondersteunen. 今天看到了中国国务院朝办主任的到来，已经可以代表了中国对苏里南的这个重视是有多大的。En we waarderen ten zeerste, minister, met uw delegatie, dat u speciaal voor deze gelegenheid bent afgereisd. En dat geeft ook de diepere betekenis van onze samenwerkingsrelatie tussen Suriname en Volksrepubliek China. 苏里南政府非常感谢你们的到来，为了这个华人定居170周年这个庆典活动，参加我们苏里南的这里的这个有历史性的活动，非常感谢。En tot slot wil ik alle Chinese broeders en zusters oproepen om door te gaan met het leveren van uw bijdrage. We hebben momenten gehad van crisis. We hebben soms momenten gehad van vertwijfeling. We hebben momenten gehad van uitdagingen. Maar de historie, 170 jaar historie, laat zien dat we uit al deze crisis nog sterker eruit zullen komen. 今天是170周年庆典活动，我代表政府也呼吁所有的华人共同努力，继续努力为这个国家的发展做出贡献，排除困难。谢谢。En mag u verder oproepen tot verdere integratie van onze Chinezen in Suriname, een verder uitbouw van de relatie van de Republiek Suriname en de Volksrepubliek China. 希望我们苏里南的华人为了中苏两国友好的关系持续下去。Nogmaals gefeliciteerd en ik wens aan ieder een plezierige en bezinningsvolle dag toe. God bless you. 恭喜大家，谢谢。感谢三多比总统阁下。谢。我们请记者朋友们站在纪念碑的右边，请其他来宾站在纪念碑的左边。现在我们有请中国国务院侨务办公室主任陈旭阁下献花环。Minister of Overseas Chinese Affairs of the State Council of China.Our Excellency, we call Chen Xu for our translator. Now we invite the Chinese Embassy in Suriname, the Special Envoy Ambassador Han Jing, to offer a flower. Okay, the Ambassador from the First Republic of China in Suriname.Saint Excellency Han Jing for Saint Translator.
现在我们有请国家禧年纪念委员会主席 Jack Yuden 先生献花环。Dance, Jack Yuden, the Fourth Secretary of the National Jubilee Committee, for St. Clans Lacking.现在我们有请国会议员曾锦荣先生献花环。我欢迎 New Eglodon Diana Le Stephen Sang， 我是 Translating。现在我们有请国会议员王传瑞先生献花环。Northern Diana Lee Wang Chuan Rui was in translating. Now, we invite the Surinam Huaqiao Huaren Shetuan Lianhe Zonghui Hui Zhang, Li Xuexiong Xianseng, Xian Hua Huan. Performance.Four Second from the Suriname Chinese United Association, here Li Xuexiong, Four Second. Now we invite the Suriname Chinese Business Association representative, Xian Huahuan.The Putih Hodaka from the Chinese Investors Federation for Synchronous Lacking. Now we invite the Guang Yi Tang representative, Xian Huahuan. The Falcons Four Circle from the Chinese Federation, Guang Yi Tang Sang.现在我们有请中华会馆代表献花环。The Falcons, the Fatih Waterfront, from the Chinese Federation, Hing Xuan Fa Hui Guan.现在我们有请华侨商会代表献花环。For Falcons, the Chinese Federation, 华侨商会。现在我们有请中侨文化中心献花环。The Chinese Cultural Federation, 中侨。浙江同乡会代表献花环。The Fatih Hodaka from Chinese Federation, 浙江。现在我们有请浙江商会代表献花环。The Fatih Hodaka from the Handels Federation, 浙江。现在我们有请福建同乡会代表献花环。The Fatih Hodaka from the Fujian Federation. 现在我们有请海南同乡会代表献花环。The Fatih Hodaka from the Hainan Federation, for Synchronous Lacking.现在我们有请白莲花文体中心献花环。The Four Center
Pan at Kyoturila and spot for Inahing the Wetter Lotus. Here Jeffrey Lau for Sinkaras Lahing. Now we have the Chinese Woman for Inahing, the Fatih Kung for her Kras Lahing. The Fatih Kung for her Kras Lahing. Performance the Chinese for the King Dongguan. Performance the vertegenwoordiger van de Chinese verenigingen uit Nigeria. En de handelsvereniging Fujian. Mag ik thans vragen de president van de Republiek Suriname, zijn excellentie Chandrika Persantoki en de overige aanwezigen voor een fotosessie. En zo zijn we aan het einde gekomen van de kransleggingsceremonie in verband met 170 jaar vestiging in Suriname. En ze zijn gegroeid naar 170 jaar. De Chinezen zijn Jaja Sarnamangs geworden. Ze zijn onderdeel van de natie Suriname. Ze leveren hun bijdrage in economisch opzicht en cultureel opzicht. Ik denk dat de grootste uitdaging op dit moment is namelijk de fase waarin wij verkeren in onze ontwikkelingstraject, namelijk groeifase, dat we veel investeringen nodig hebben. De Chinezen hebben de potentie om te investeren in de investeringssector. Gelukkig zijn ze ook al bezig in de agrarische sector. Zijn ze bezig te investeren, zijn ook bezig in de mijnbouw, zijn ook bezig in de houtindustrie. Kortom, ze leveren bijdrage, maar in deze fase nodigen we ze allemaal uit om meer te gaan investeren, want die fase van onzekerheid is al weg. De fase waar je niet wist hoe het land zich gaat stabiliseren, is al weg. Nu hebben we een stabilisatiefase bereikt, nu naar groei. En ik heb de overtuiging dat ze met de ervaring van 170 jaar, wel in staat zullen zijn en met meer durf te gaan investeren in de toekomst van het land. Is er met betrekking tot de andere ontwikkelingen over de bouw van de vergaderzaal heel veel kritiek ook van buitenlandse organisaties, zowel Surinaamse organisaties. Wat is de volgende stap in deze richting? Ik heb mijn toespraak daar ook aangegeven. Volg gewoon de regels. Als er dingen niet correct zijn gegaan, corrigeer. Maar ik denk dat we nu aan zet zijn als regering. Er is communicatie geweest tussen de minister van Onderwijs en UNESCO. Er is totaalverslag gevraagd. Dus ik heb opdracht gegeven aan een clusterteam van minister. Alle informatie heb ik nodig.
alle details heb ik nodig. Maak een dossier, zodat we kunnen zien waar staan we. Eén, in relatie tot datgene wat er afgesproken was. In relatie tot onze positionering op werelderfgoedlijst. Maar ook voor wat betreft de inrichting van het gebouw daar zo. Dus laten we dat afwachten. En als er dingen gecorrigeerd moeten worden, moeten we corrigeren. En niet gewoon vasthouden aan zaken die ons niet verder zullen brengen. President, met betrekking tot het geld dat niet beschikbaar is om zaken uit te betalen. De minister heeft aangegeven van Financiën dat we 433 miljoen SED tekort hebben iedere maand om schulden te betalen. Maar ook gewoon de vaste lasten van het land. Waarom wordt er dan geïnvesteerd in zulke dure projecten? Want het komt uit de kas van de staat zelf. Nee, kijk, er zijn twee dingen. Dat is eigenlijk een grote misverstand die er bestaat in de samenleving. En inderdaad moeten we als regering beter communiceren met de samenleving. Er is een begroting. Een derde deel van die begroting gaat naar het sociaal programma. Een derde deel van die begroting gaat naar aflossing van schulden. Een derde blijft over voor regulier werk. Dat zijn salarissen, materiële kosten, vaste lasten. En een klein beetje blijft over voor het brengen van ontwikkeling. Ontwikkelingsprojecten zijn allemaal kleine projecten. Maar daarnaast zijn er fondsen beschikbaar van internationale financiële instituten. Van donorinstituten en die middelen worden dan aangewend voor die bestemming die daarvoor zijn gegeven. Dus als er een geld beschikbaar is voor een bepaald gebouw, dan kan je niet zeggen we halen het geld weg, dan gaan we salaris ermee betalen. Zo werkt het systeem niet. Je moet je houden aan die comptabele regels, je moet je houden aan die projectformulieren en de projectbestemming. Zo hebben we heel wat projecten die gefinancierd worden uit verschillende fondsen. En dat moet je uitvoeren, want als je ze niet uitvoert, dan verlies je die fondsen. Die fondsen worden weer weggehaald. Dus je moet ze gaan uitvoeren. Ik denk dat het bijzonder belangrijk is, namelijk dat we met de weinige middelen die we op dit moment als land hebben, de juiste prioriteit stellen. En dat doen we. En uiteraard zijn er spanningsvelden, want de werkende klasse die wil iets meer hebben. De vakbondsleiders willen iets meer hebben, de ambtenaren willen iets meer hebben. Ja, ik wil ook dat ze iets meer moeten krijgen. Maar geef datgene wat op dit moment mogelijk is. Geef datgene wat komend jaar mogelijk is en zorg ervoor dat datgene wat je geeft geen, laat me zeggen, negatieve impact heeft op de stabilisatie, op de koersontwikkeling en ook op die inflatie. Dus dat is de richting en ik heb de overtuiging dat we komend jaar in een betere startpositie verkeren en dat we meer kunnen geven aan de samenleving. President, hoeveel is genomen, de wijziging van de regeling, hoe staat het daarmee? Nee, dat heb ik altijd aangegeven. Het is een wet geweest die appelleert aan die democratische gevoelens van de samenleving. Het appelleert aan de rechtvaardigheidsgevoelens. Ik denk dat het eindelijk een keertje een erkenning is voor de Surinamer. Namelijk dat de stem van de Surinamer telt. Ongeacht wie je bent, ongeacht waar je woonachtig bent. En die stem zal bijdragen aan de verdere democratisering van ons land. En die democratisering zal ons helpen om ons land beter te gaan ontwikkelen met een breder sociaal, maatschappelijk, politiek draagvlak. Dan heeft u een update over de schuldherschikking met China ondertussen? Ja, we hebben, er komt, ik ga straks met de minister ook praten. Er komt denk ik vandaag morgen een persbericht omdat we nu gaan finaliseren. Gisteren heb ik zelf de meeting gehad met onze schuldeisers van de zogeheten commerciële schuldeisers, de zogeheten Oppenheimer groep, meer dan 800 miljoen. Daar wordt deze week het gefinaliseerd en ik denk dat direct daarna China volgt. De minister van Buitenlandse Zaken is al voorbereid om richting China te gaan. Ik heb straks een ontmoeting met de ambassadeur en de minister die hier aanwezig is. Waar we ook de tijdlijn met elkaar een beetje nog een keertje gaan bespreken. Maar de bedoeling is wel dat we zo snel mogelijk die schuldherschikking met China bereiken. Omdat het een onderdeel is van ons totaal hervormingsplan, van ons totaal schuldherschikkingsprogramma. En het is ook vereist namelijk in het kader van de samenwerking die we willen met de wereldgemeenschap, met de internationale financiële instituten, de bilaterale samenwerkingsrelatie, maar ook de bijzondere samenwerkingsrelatie met China, dat we dit zo snel mogelijk goed oplossen. Yes. Zo, vindt u van vandaag?
Nou, het begint warm. We hadden niet verwacht dat het zo warm zou zijn. Het zou misschien gaan regenen zelfs. Dus we kijken uit naar het weer om een beetje koeler te worden. Ja, oh ja, wat ik merkte is dat de Chinezen 3 keer buigen. Wanneer ze kraans hebben gelegd, is dat... Het is traditie. Je kan 1 keer buigen, maar uit respect doe je dat 3 keer. Oké. Hoe belangrijk is deze dag? Nou, voor mij heel belangrijk, want dat markeert de 170 jaar geleden dat de Chinezen voet aan wal zetten in Suriname. En ik denk dat als die mensen die niet hier waren geweest, dat ik er ook niet ben geweest. Dus ik denk dat het in ieder geval een hoe moet ik dat zeggen, in het jubileumjaar is het een van de mijlpalen voor een gemeenschap in Suriname om aan te geven dat Suriname een multiculturele samenleving is. En we hebben gezien 150 jaar Hindoestaanse immigratie, we hebben gezien 133 jaar Javaanse immigratie, Kitty Kotti 170 jaar, de inheemse broeders en zusters. Dus kijk, we weten allemaal dat Suriname een mengelmoes is van culturen, religieën. En ik denk dat we dat zo moeten houden en in ieder geval de vrede zo moeten bewaren. En zeker met de polarisatie die gaande is, denk ik dat dat ons belangrijkste doel moet zijn als natie. Nog iets te melden? Nou, ik kijk uit naar de festiviteiten vanavond in Nice. En ik nodig aan ieder uit, indien u kijkt, dat u daar allemaal naartoe komt. Het is vandaag en morgen. Laten we het samen vieren. Even outro doen, hè?